Super trots zijn ze bij Damclub Den Haag. De kersverse wereldkampioen wordt gisteravond in het zonnetje gezet. Uiteraard wordt daar taart bij. Hij moet ongeveer in 40, dus we gaan even rekenen. Even kijken. Afgelopen week neemt Emre Hageman het op tegen 31 spelers uit 15 verschillende landen. In totaal speelt hij 9 rondes. De eerste twee gaan verloren. Maar daarna herstelt hij zich. Het is spannend tot het laatste moment. Er waren 3 op het einde die hetzelfde aantal punten hadden. En dan kijken ze naar je weerstand. Wie de beste tegenstanders heeft gekregen, die wint dan. En dat was ik. Maar dat was nog helemaal gedoe met rekenen en zo. Dus dat was zeker spannend. Dammer Pieter Rozeboom is één van de mensen die Emre op 8-jarige leeftijd ontdekt. Het was niet zo dat we gelijk dachten, daar zit een kampioen in. Nee, dat hebben we niet gezien hoor. En hoe kan het dan opeens dat hij nu wereldkampioen is? Ja, omdat hij echt talent heeft. Je moet ook talent hebben. Emre kan ook goed schaken, maar kiest voor het dammen. Maar wat vindt hij daar dan zo leuk aan? Nou, het lijken allemaal schijven, maar er zit allemaal theorie achter en zo. Dus ik kan ook heel veel mooie combinaties uitvoeren. Zou ik enige kans tegen hem maken? Geen schijn van kans. Nou, dat willen we dan nog wel eens zien. Ja, mag jij de klok indrukken? Nou, prettig tijd. Ondertussen vragen we aan de vader van Emre of hij nog wel eens weet te winnen van zijn zoon. Heel vroeger won ik nog wel eens. Ja, dat is in het begin dat hij net begon. En daarna heb ik een keer heel stiekem met een computerprogrammaatje op mijn telefoon onder de tafel gespeeld tegen hem. Maar dat had hij op een gegeven moment door, dus uiteindelijk verloor ik alsnog. Maar toen hield ik het wel wat langer vol. Ja. En ook ondergetekende moet eraan geloven. In iets meer dan 4 minuten ga ik kansloos ten onder. Ja.